Ja, nou nog allemaal goed gemutst. Oh, nee zeg wel. Een mooi mutsje op, hè? We have to cross the river near the mine. Ja. Ik heb er eentje bij mij aan de zijkant. Ik heb er eentje open. Daar hoort hij in. In de kant van die mogen. Nee toch? Oh. Voorzichtig. Wow. Heel voorzichtig. Dat is hoog. Ja, maar het is een gelijk plassen als ik thuis ook kom. Je gaat gelijk plassen? Nou, daar ga ik ook maar. Wat? Opium. Opium? Hier? Ja. Alleen de oude mensen die morgenavond. Die gebruiken het. Ik ruik het wel, ja. Zo. Ik word nu al high. Nee, dat is nu nog niet. Student group, ja? De Dutch student group, ja? Yeah? They did it from the marijuana zoo, ja? En. Dag. Kom even Gerrit, anders kom ik even bij je. Ja. Toch net een Alpenwijkje dit, hè? Engelman. Ja. Engelman. Ik had het weer gezegd, het wordt opgenomen. Ja, geef me een hand. Vind je wel leuk, hè? Ja, fijn. Ja, dit is echt. Even lastig, hè? Ik ga, kom maar aan.
Ja, kijk uit, hè, want er stroomt hier behoorlijk. Ik, nou, dat gaat goed. Alleen staat er zelf niet zoveel op, maar. We zijn een beetje de weg kwijt met de gids en we lopen nu weer terug. Het wordt al erg donker. Kijk, wat met die splitsing riep ik hier naartoe? Je loopt to the village. Not to the village. You sure? Yes, sure. Okay, how long? when you are not sure, we eat you. Yes, okay. yes, okay. Okay. Yeah. I kill you first. Yeah. Heb je erop staan, Teun? Ja, allemaal hoor. Ik doe gelijk eventjes. Nou, het is nou echt donker. Je roest er weer. Nee, Max. Teuntje, een welverdiend pilsje. Lekker. Oh, je sloopt de tafel. Maar niet alleen schuim. Nee, een beetje gek, hè? We moeten ook wat te drinken hebben, hè? Als je niks te drinken. Ja. Zou dit wel eens ons onderkomen voor vannacht? In dit dorp hier al. En daar moeten we ons wassen. Ketmiddelen, maar chillen. Zoiets als vitamine. Eigenlijk kan ik vandaag dat gebruiken. Ja. You have one for me? Like this when the police mess. Ja, oké. Zo, dan zie je de kip zelf. Ja, nou, dat is toch een heel ander iets. Speciaal voor Ger. Ze hebben hier een paar zonnepanelen staan. Dat hebben ze 's nachts kunnen ze dan, of 's avonds kunnen ze dan wat licht van aftappen. De accu's. En die worden dan overdag opgeladen. Nou, de olifanten staan al te wachten. Nou gaat het dan toch gebeuren. Hey Ger, ik wil jou er wel even op hebben. Ja, maar ik wil dat opstappen. Ja. Nou, dan kun je... Ik kan het ook niet zetten. Hoi! Hoi!
Komen we hier ook weer terug dan? Nee. Nou, het zijn geen echte rustige beelden van. Van de olifant af. Als we het zo daar rollen gaan, dan gaan we het zien. Dat ligt daar. Hij is nog een beetje ondeugend te kleinen. Ja, ja, ja. Wat is zijn? Nee. Last away. Wat? De pijn. De spijn. Zie je lekker? Ja. Hè? Schitterend, hè? Ja, mooi, hè? Hoe doe je dat nou, Gerrit? Zelfs besturen was een ding. Hier zit een hand en hier zit de knopjes. Waar zit zijn koppeling? Ja, dat is heel mooi. Ja, het zijn slachtanden. Ja. Maar had ik zie kwijt al wat naartoe in. Zie kwijt al wat naartoe in. Ja. Hey! 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 H
van Elena. Elena. Oké. Hou, hou, hou. Hou, hou, hou. Ja. Ja. Ik heb die nog maar. Die Vergerde was de enige met slagtandjes volgens mij. Ja. Ja, nou, we zijn inmiddels weer een beetje aan het lopen, maar dat is duidelijk. Mooi door die rijstvelden heen. Zijn er nog? Burger King. Zo. Nou, geen mayonaise. Thank you. Ja. Ja, ik wil ook geen mayonaise meer. Ja. Wat daar, koffie? Ja. Kijk dan hoe die koffie doet, die water doet. Dat doen we. Net als zij zei, daar. Een paar worteltjes. Ja, thank you. Heb je mijn kopje koffie al gezien? Oh, koffie. Dit is mijn koffie. Ja. Hallo. Ja, ik zie hem. Koffie. Nou, melk. Nou. Ja, te bereiden. Ja. Lekker bakkie, Ger. Al die wok als ze geen goede wok hebben, bij wijze van spreken. Ja. Hier maken ze van de. Toch weer wat beekjes oversteken. Ah, niet zo heftig als gisteren. Kan het wel. Ja, ik heb alleen niet gewonnen dat zo achter die staart vast zit. Ja, als het omhoog gaat of omlaag gaat, dat het dan. De pine trees en black fruit. But above 1000 meter, we can see the pine trees and another vegetation. We zijn er boven op de heuvel en moeten eventjes even rusten. Tobacco. Tobacco en dan plantie. Local blend. You want? Yeah, you want to try? Yeah, I want. Locally, yeah. Die veters hebben dat gemaakt. Sure of you and the orchids. Hey, yes. Sad it is no flower, yeah? Ja, oké. Okay. Yes. It is cheat. Huh? Some cheat? Ja. Ik ben blij met mijn stokje hoor. Ja. Ja. Wat anders als een rondje geeft me allemaal. Hè? Ja. Nou, we zijn in het dorp waar we gaan overnachten.
Het is eigenlijk nog heel vroeg in de middag. Het is 2:10. Tien over twee pas. Hier kan je mooie kleren te droog hangen. Ja. Hier zijn we kunnen af. Dan kan je niet. Hier gaan we helemaal uit. Even uit de zon. Kijk, spullen drogen, Max. Nou, hier moeten we slapen vannacht. In was een doet nee, hè? Met z'n allen. Met z'n allen. Of eten wordt klaargemaakt. Oh, het is nog handig. Ja, maar dat, weet je, dat is het andere, hè? Nee, dat is ook. Ik heb wel geen huis, want dan moet ik of in Nederland een natuur uit. Nou, we zitten al vroeg een bier. En dat Aro, dat is onze slaapplaats he, voor vannacht. Alleen dat is Burma, daar gebouwen ze over. Dan kun je kunt net elkaar hebben. Nee, je kan niet. Of het een of het ander tekort. Hetzelfde ijs. Maar toch wel een kaladico. Maar toch, als je hier zit, niet hebben. Als je hier zit in Thailand en je zo naar Burma gaat. Ja, als ik zo duidelijk in marihuana heb. Is dat whiskyger? Ja, in een fles, dat hebben ze. Maar dit moet weg. Mooi, hè? Nou, ik zal het. En dan moet je dat zak ook nog aan de marihuana. Ook nog. Zien, nou, marihuana gerookt. Hier, lange voetjes. Is marihuana roos? Teken door. Wat ben je nou aan het doen, Ger? Ik rook het echt helemaal fantastisch. Ik heb die rook erop met dat ding. Wacht maar, Lim. Opa, en de whisky en de sticky. Hier zie je turn. Ja, en de beat. En pro whisky en een joint tussen. Marihuana. Ja, daar zit Gerard Heijboer. Die is de weg kwijt. Nou, turn, kom op. Yes. En de bodem van Germany en Holland. You know? Mm-hmm. En nou even. En nou de joints? Ja, wel even op je long, hè, moet dat, hè? Ja, tuurlijk. Ja, tuurlijk. Heb ik goed inhaleren, tuin? Er zijn er al 2, 3 uit een derde aan de rand. Wat kennen we voor leuke liedjes? Hebben we nog leuke liedjes daar? Dat heb je van jou, dat wil je graag in op een foto hebben. Dat in. Zo, hé. Ik zie al een zoekel. We beginnen toch een beetje slap te lullen, jongens. Je hebt ook al slap lullen. Nou, nou, deze is iets sterker. Nou, sterk een aantal keer niet. Deze is iets sterker. Ja? Ja, die is sterker. Het kleine kind te lachen. Tuur, oh, je hebt er een. Max, ja. Jij nog? Nou, ik heb net die even gehad. Opa en oma aan de stuf. Opa en oma? Oh, nee. Ja, is dat een haan of is dat een varken? Ja, aan het blowen. Moet jij het goede voorbeeld geven? Dat is een harken. Ja. Hey André, wat was dat nou? Kijk, vriend. Een appeltje voor de dorst, hè? Hey, kijk, even een jointje voor. Dat was drie keer. Dan moet je, dan moet je altijd met muziek. Steun je batterijen. Wil je zo even mijn shirt van de lijn afhalen? It is a big rice, and then it is a scheme, yeah? When they pound it, husks go away. That is a vitamin B between the rice seed and then the rice scheme. As a midwife. Hmm? Not from the hospital, yeah? So then, and then when the mother born the baby, stand up, born the baby, and then another female one carry the baby and blow with her trunk, clean that baby and let the baby elephant drink the milk from the mother. I heard the airplane sound. Yeah. Hey, look at the jongens. Hij zei echt zo'n vuur voor.
Wees op zon, opa. Ik weet niet wat hij aan het doen is. Nee. Hij is zijn pipi aan het schoonmaken. Oh. Wacht, er geen van alles te knippen. Ja, Sonne, pass auf, nur noch eine. Ach, oh, ja, von oben. Nee. Aber da kann nicht, Aspirin. Ja. Oh, für die Headache. Ja, ja, ja. Wat is er jou? Wat is er jou? Dat is niet jullie. Dat is zo. Mooi. Dit is André, de patiënt van de TBS-kliniek. Hij is vrijgelaten. Ja, toch nog geslaagd. Oh, dit is mijn. Dank je. Ik ga even er eens terug, hè? Kijk eens. Ja. Ja. Dat is niet grote. Ja. 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 Ger gaat zich even douchen. Ik weet niet waar het is, maar ze loopt daar ergens in de buurt. Onze badkamer. Ik sta voor de deur te wachten. Ja. Zeg jij even de koude of warm kraan hebben ongeveer? Eerst even de koude. Ja. Even zo. Ik vond het wel weer leuk. Step over. Step over? Ja. Over de top. Ja. Oh ja. You know the game? No, I didn't play it yet before the... For at...
You must. Mm-hmm. Yes, four, I four, four in four. One row. Yeah. Mm-hmm. One, three, four on the row. Pini. Now. So for the dinner tonight. Yes. Ik dacht, ik denk, gaat er nog iemand filmen? Hebben we de verpakking op? Ja, moet wel wat huis doen. Hier aan de overkant dat is Burma en de kale plekken, dat waren opiumvelden. Oh, dat waren opium. Die kale plekken waren opiumvelden. Ja? Ja. Gaat ie goed, Ger? Opa en oma samen. Nee? Samen de helling af, de grens met Burma. Ziet me in, dat vind ik. Thank you. Oh, you mean that? Oh, 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 oh. Ja, het is werken hoor, dit. Ja. Hè? Dat maakt niet uit. Ja, nee. Ik ben overtreden. Ja, hè. Je staat op mee. Ja, laat het zien, ja. Lekker. Ga je wel lekker. Ik weet niet of ik het al gefilmd had, maar dit is ons hotel voor vandaag. In deze hut slapen we. Ja, ik ga het niet.
Oké. Ja, ja. Toch wel beter ontwikkeld dan gewoon een fascisme. Het is wel leuk hier al. Normaal gesproken dan heb je de koeien en zo heb je erf staan. En hier hebben ze echt hekken staan tot ze niet op je erf komen. Dus alles loopt hier gewoon in het midden allemaal rond. Al die kale plekken daar, dat zijn van die opiumvelden geweest. Die zijn nu allemaal, die hebben ze dan allemaal weggehaald nu. Dat worden we vanmorgen ook, maar dat is gewoon. Het potje wordt hier weggekookt. Is dat zin in jou, jongens? En André die gaat denk ik wat filmpjes laten zien. Het is heerlijk, hè? Ja, lekker, hè? Dat de kinderen ook al meteen zo zitten, hè? Ja. Ja, ja. Nou, vertrek 's morgens. Change the shape of the limestone. That why we can see the different shape of the limestone mountain in this area, very special. And then, like caves. In this area, these say over 700 caves in this area. Super. Waanzin, die witte bomen daar. Ja. Net weer een studio daar. Ja, die worden we neer. Het is maar goed dat je dat niet. Hier hebben we dus de eerste dag ook gelopen. Dat is het gat net waar jij vermoeid mee had. In de We gaan nu raften in ieder geval. Ik wil het vasthouden. Ver. Ja. Ik neem maar een heel kort stukje iemand. Ja. Ja. Ik kan me niet voorstellen dat de groep zo'n draf is. Nee, huilen. Ja. Ja. Krijg je weer een stroomversnelling, hoor. Een waterval. We gaan een meter of 8. Vier naar beneden. 8 gaat het erop. We zitten hier in dat longnek dorp. Maar dit is net Volendam. Dit is op zich is dit niet leuk, vind ik eigenlijk.
Ja, even Volendams straatje is dit. Dit zijn die hot springs hier, oh, maar dit valt me ook ontzettend tegen. Je hebt een paar bronnetjes waar warm water uitkomt. En dat is het dan. En daar zijn nu die bronnetjes. Je ziet daar een beetje de damp uitkomen. New Year, dancing house to house, and then they offer the chicken or pig to the spirit of their family. But also Merryman can sleep in our place. Merryman, singer, he can sleep there. Not 80 baht. Ze doen hier goede zaken met ons. Ons ontbijtje wordt klaargemaakt. Nou, zo toeristisch als wat natuurlijk. 32 van die dingen. Nou, we krijgen whisky. Nee? Whisky cola. Nee. Oh, Tuin die gaat ook. En die, oh, die krijgt ook die ding op zijn hoofd. Ach jee. Oh jee. Nou, het is fraai. Yes. Nou, het is maar goed dat je dat van tevoren niet wist, Tuin, hè? Oh. Wat is dat? Hoe ging dat liedje nou eens? Borstjes in je hoofd. Ik heb borstjes op mijn borstjes. Dat is even een vlammetje.
uit was het. Ja, dacht ik. En vandaag de laatste dag in de bus. En nog één nachtje. Zo, we hebben de eerste koffiestop voor vandaag. We hebben 2 uurtjes gereden. En hier staan we nu al een 20 minuten in de rij, zowat, omdat ze kopje voor kopje maken. En wat mij betreft mag de busreis al afgelopen zijn. Nou, we zijn in onze laatste auto aangekomen. We krijgen nu de sleutels. Dit is de eerste bui regen die we gehad hebben. En dit is vooral ons balkonnetje. Toch nog even een plaatje van het strand, want we zijn nog helemaal niet geweest. Ik denk dat er een redelijke bui aan komt. Het begint te waaien. We gaan maar een winkelcentrum opzoeken, hè? Ja, dat gaat het al, hè? Ja. Het loopt allemaal even anders dan wat we gedacht hadden. En dat komt omdat het regent. En we hadden eigenlijk vanmiddag naar het zwembad willen gaan. Nou, we hebben even een kamer geleend. En we gaan even op het balkonnetje zitten hier ook. Buiten, tot het droog is. Even zeggen tegen Jenske en André dat we het toch wel een beetje vreemd zitten vinden dat wij nu op hun kamer een biertje zitten te drinken. Maar ja, dat kan niet anders nu even. Maar ik vind het wel heel fijn dat het even komt, hè? Ja. Zit niet tegen je broek aan, André, tegen die mooie diesel. We zitten helemaal zo. Heel voorzichtig. Ja, we hebben er een zwembad bij, dus we gaan. Het giet van de regen, maar we gaan toch even. Nee, maar het ziet er niet uit, maar het is toch, de temperatuur is hartstikke lekker. Dus we gaan toch eventjes het. Het is koud. Ja? En niet plassen, hè? Het is lekker. Lekker! Nou, kom eraan. Wat zeg je? Hij gaat schoon zwemmen. Als je eruit bent, is het heel, is het heel koud. Het is gewoon zwemmen, tuin. Het is gewoon zwemmen. Er is helemaal niemand. Iedereen zit aan de kaart of zo. Of wat anders te doen. TV. Joepie. Ja, genoeg. Nou, ze zwaaien hier nog niet. We zitten inmiddels weer op het vliegveld. Enorm hectisch gebeuren. We hebben een nieuwe gids. Een heel zenuwachtig mannetje. Ben je het een beetje zat, Ger? Hoezo dan? Vooral die mensen hier. Die willen het gewoon zelf regelen.